President Chandrika Prasad Santokhi is afgelopen zaterdag samen met een delegatie afgereisd naar St. George, Grenada, om de 47e CARICOM staatshoofdenvergadering bij te wonen. De vergadering markeert het 50-jarig bestaan van zowel CARICOM als de onafhankelijkheid van Grenada. De bijeenkomst, geleid door premier Dickon Mitchell, richt zich op voedselzekerheid, klimaatverandering, buitenlands beleid en de CARICOM Single Market and Economy. Ook de impact van orkaan Beryl en de operationalisering van de multilaterale overeenkomst in zaken luchtvaartdiensten worden tijdens deze staatshoofdenvergadering besproken. Daarnaast komt een strategie voor regionale digitale veerkracht en voorbereidingen voor COP29 aan bod. President Santokhi zal zich inzetten voor onderwerpen zoals Surinames visumbeleid, capaciteitsversterking, investeringskansen, voedselveiligheid en kustbescherming. De reguliere sessies zijn vandaag gestart met ontmoetingen, onder andere met de Canadese minister van Internationale Ontwikkeling. Er zullen ook strategische besprekingen en retreats voor de staatshoofden plaatsvinden. De 47e CARICOM staatshoofdenvergadering duurt tot 30 juli.